Bestuursleden van de brandweerbond zijn met de leden aan het beraadslagen over vervolgstappen na de ontstane situatie afgelopen vrijdag. Deze zullen volgens de regels van statuten van de bond gevolgd moeten worden. Vrijdag was er een algemene ledenvergadering waarop een aantal agendapunten zouden worden besproken. Bestuursleden die eerder werden geschorst, zouden ook in ere worden hersteld. Echter, de ALV is uit de hand gelopen en bondsvoorzitter John Seedorf werd door de politie afgevoerd. Via verschillende kanalen werd gesuggereerd dat de voorzitter door de leden werd gegijzeld. Dit wordt door Panka weersproken. Op den duur is hij zelf eruit gegaan en op het terrein, net kwam de politie aan, is hij verder begeleid geworden door de politie. Dus dat men, ja, men zo ver moest komen, dat is ook voor mij een vraag. Ik weet niet hoe het bericht de politie heeft bereikt. Want je hebt altijd kwaadwilligen, als ik ook verder zo mag horen. Maar de behoefte daartoe was er niet. Door de bond zal er nu contact worden opgenomen met de leiding van het Korps Brandweer Suriname om aan te geven wat zich precies heeft voorgedaan tijdens deze ALV. Er is al telefonisch gevraagd voor een onderhoud met de leiding van de brandweer en wachten op reactie. En we zullen de minister van onze zijde ook in kennis stellen over de situatie. Want we hebben het van dichtbij meegemaakt.